Hallo Goodoes, welkom terug op mijn YouTube kanaalje Door My Curls. How to turn on the subtitle. If you click once on this video, you will see three dots on the right corner. Click on the dots and then click CC. Now choose your subtitle. Voordat ik verder ga, wil ik iets vertellen over mijn haar. Want ik weet dat ik heel veel vragen zal krijgen over wat ik met mijn haar heb gedaan en of ik mijn haar heb geknipt. Wat ik met mijn haar heb gedaan, dit is de oude wash and go die ik heb uitgekamd tot de afro. En ik heb mijn haar ook geknipt. Ik knip mijn haar 3 keer in het jaar, alleen heb ik dit keer iets meer geknipt dan wat ik normaal doe. Ik heb mijn haar geknipt omdat ik mijn haar heel vaak los draag. Zoals jullie weten is de wash and go mijn go-to stijl. En dit is natuurlijk niet erg, maar het wordt wel erg op het moment dat je het maandenlang los draagt en je haar niet zo goed verzorgt. In de zin van geen deep conditioning gebruiken, geen protective styling doen. Je haar niet goed beschermen voor het weer, bijvoorbeeld vooral hier in Nederland. Ja, dan krijg je dit probleem. Dus vandaar dat ik iets meer heb geknipt dan alleen de punten. Nu het verhaal waarvoor je hebt geklikt. Vandaag wil ik het hebben over een deel van mijn levensverhaal. Specifiek over mijn kindertijd, de periode in Suriname en de overstap naar Nederland. Ik ben geboren in Suriname, Paramaribo. Van mijn moeders kant heb ik een zus en van mijn vaders kant heb ik een oudere zus die ik niet ken en een broertje die op Aruba woont. Samen met mijn zus, mijn ouders en mijn oma, zalig oma Joosje, woonde ik op Flora in Suriname. En het was echt een geweldige periode. Ik heb het daar echt super leuk gehad. En ik woonde daar tot ik ongeveer 3 of 4 jaar oud was. Daarna ben ik voor een hele korte periode verhuisd naar Kuliwe. Dat was in de stad, dicht bij de notenmarkt als ik het goed heb. Ik woonde daar met mijn moeder, mijn zus en mijn oma van mijn moeders kant. Op Flora woonde ik met mijn oma van mijn vaders kant. En in de stad Kuliwe woonde ik dus met mijn oma van mijn moeders kant. Ik kan me nog herinneren dat ik samen met mijn vader en mijn oma van mijn vaders kant op Flora woonde. En mijn zus en mijn moeder op Kuliwe. Dit omdat mijn zus in de stad op school zat en de school was veel dichter bij Kuliwe dan bij Flora. Weekenden ging ik samen met mijn vader naar Kuliwe en door de week was ik dus op Flora omdat ik daar op school zat. En zo was het dus een keer dat ik samen met mijn moeder en mijn zus en mijn oma, ik zal haar een naam geven, oma Hetty. Zij heet oma Hetty. Ik stond een keertje vroeg op en ging naar de woonkamer toe. En ik zag daar mijn zus zitten, mijn moeder zitten, oma Hetty daar zitten. En ik keek in een hoek en ik zag een paar koffers daar zo staan. Oké. En mijn moeder was heel mooi en netjes gekleed. Als ik het goed heb, was ze in het wit gekleed. Dus ik vroeg aan haar, waar gaat u naartoe? En ze zegt zo tegen mij, ik ga naar Nederland. En ik was best wel jong, ik was 3 jaar of 4 jaar zoals ik al eerder zei. Dus ik begreep het niet. Ik dacht, oké, ze gaan naar Nederland, leuk, je komt weer terug. Dus ik zei tegen haar, het is goed mama, ga maar naar Nederland, je komt morgen toch weer terug. En ze zegt, ja, ik kom morgen terug. Wel, die morgen duurde 7 jaar. Oma Hetty had de zorg van ons op zich genomen en we verhuisden naar Para. Voor de mensen die Flora kennen en Para, dat is echt een wereld van verschil. Flora is in de stad, Para is in het bos. Voor mij was het echt wennen. Ik was oma Joosje gewend, de moeder van mijn vader. We kwamen aan in Para en het eerste wat oma Hetty tegen me zei was, de noze zei me naar daar, oma, nog kom ik naar meer. Dus ik dacht, oké, Jesus. Het verschil tussen oma Joosje en oma Hetty was heel groot. Bij oma Joosje mocht ik best wel veel en ik kreeg ook heel veel van haar. Op het moment dat ik geen antroa wilde eten of geen pitawiri, maakte zij aardappelen voor me. En dan maakte ze nog vlees en groenten wat ik wel lustte. En bij oma Hetty was het meer van, meisje, begin te eten. En in het begin vroeg ik mijn zus ook regelmatig van, vind je oma Hetty leuk? En zij vond oma Hetty echt geweldig. En natuurlijk, ze was dat gewend. Oh ja, dat was ik vergeten te vertellen. Voordat mijn moeder vertrok naar Nederland, overleed zalig oma Joosje. En mijn vader vertrok ook naar Nederland, kort nadat mijn moeder vertrok. Dus vandaar dat ik bij mijn grootouders bleef. De moeder en de vader van mijn moeder. Mijn grootouders waren best wel strikt. Mijn oma niet zozeer, maar mijn opa daarentegen wel. En dat kwam ook doordat zij opeens de zorg hadden van 2 kleinkinderen. En daarnaast kwamen ook nog 2 andere kleinkinderen bij, 2 neefjes van mij. Op den duur leer je omgaan met de regels. Dan kom je erachter dat zij de beste grootouders zijn. Mijn opa is een paar jaar geleden overleden en mijn oma leeft nog steeds in Suriname.
Ik heb in Para een van de beste perioden van mijn leven gehad. Samen met mijn neefjes en mijn zus heb ik daar een hele leuke periode gehad. Erf was groot genoeg om 15 jewels te tekenen en te spelen met 100 kinderen. Ik kon awara rapen, pomera plukken, manja, alles hadden we daar. TV Beshimi pikken die awara was die awara mooi voor tabari om te verkopen. Ik heb vanaf geboorte tot 12 jaar oud in Suriname geleefd. En na mijn vierde jaar heb ik mijn moeder iets van 3 keer in Suriname gezien. Het heeft haar 7 jaar geduurd om mijn zus en ik te laten halen. In 2001 was het eindelijk zover. We kregen te horen dat het gelukt was. Mijn zus en ik konden eindelijk naar Nederland toe. Weer herenigd worden met mijn moeder. 2001, hartje winter, kwamen we aan in Nederland. 26 december. Mijn zus en ik hadden geen jas. Mijn moeder had jassen meegenomen. En daar waren we dan op Schiphol in Nederland. En nu woon ik nog steeds in Nederland. Ik ben van plan om terug te gaan, maar nu nog niet. Ik hoop dat jullie hebben genoten van mijn video. Vandaag wilde ik even wat anders doen. En ik merk dat ik het ook wel leuk vind om te praten. Vergeet niet te abonneren, deze video te delen en natuurlijk ook te liken. Mi brada nangasa, horis ripum. En moshi jutra lezi. Ik... Ah, jeez. Oké, dat was over mijn haar. Nu echt onderwerp bespreken. Een gedeelte van mijn levensverhaal, want je weet, ik ben zo oud. Bij zalig oma Joosjes. Oma Joosjes. So basically, this is going to be a drawing my life without a drawing, eh?